Aan de Kogendijk 42a bevindt zich het TNO-gebouw. TNO staat voor Tuin en Oostdorp. Dit gebouw wordt zeer binnenkort gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. RTV 80 bezocht met 3 voormalige TNO'ers nog 1 keer de locatie. Hallo, mijn naam is Mart Wellendiek. Ik ben hier geboren en getogen op de Rail Gesterweg nummer 6. En mijn gang naar het TNO-gebouw te Bergen aan de Kogendijk was voor mij als jochie van 4 de normaalste gang. Want dat was mijn kleuterschool. En mijn kleuterschooltje met juffrouw Hagedoren op de blauwe Solex. Dingen die in je geheugen gegrift zijn. Voor de rest was hier een speeltuin met een glijbaan. Er waren schommels. We hadden meneer Brandwijk, die woonde hier op het hoekje. Die beheerde als een soort legerbasis die speeltuin, tot we maar niks kapot maakten. En daar hielden we ons keurig netjes aan. Nou ja, het is dus gebouwd, of tenminste het is neergezet als bouwkeet voor de woning op de Jaap Wijnaldweg en de Piet Boedemakerweg. Dat waren Marshallplanwoningen. Vlak na de oorlog om toch wat aan de huisvesting te doen van de mensen die geen dak boven hun hoofd hadden. Ik ben Martijn Otter. Ik ben geboren hier in Bergen aan de Van Bladerenweg, op de plek waar vroeger de oude steenfabriek stond. Als klein jongetje kwam ik hier in het TNO-gebouw op de peuterschool. Toen ben ik komen wonen op het Kogeltjesplein. Wat kort daarna op de sloopnominatie werd gezet door Kennen Me Wonen. Met Peter Schapen samen, die op het Marshallplan woonde, zijn wij een actiecomité begonnen. Waarbij het TNO-gebouw onze uitvalsbasis werd, onze strijdhonk. Daarmee hebben wij vele vergaderingen gehad, vele uren doorgebracht. Mijn naam is Peter Schaper, geboren en getogen in de wijk Tuindorp in Bergen. Op de Jaap Wijnaldweg om precies te zijn. Nou, dat is het stukje wat achter de cameraman loopt. En aan de voorkant hebben we de Kogendijk. Ook heel veel meegemaakt in en om het TNO-gebouw. In de jeugd, met toch wel een hele rijke kinderomgeving, zeg maar. Ik denk dat we een vriendengroep hadden van rond de 30 man. Ja, hier onder het toneel was een soort plaatsje waar je door kon chillen. En noemen ze dat tegenwoordig. Wij noemden dat eigenlijk een beetje liggen en lanterfanten. Daar werden liefdes geboren en gingen liefdes dood. Zat ongeveer een uur tussen, zeg maar. Er was inderdaad voor kinderen veel te doen, maar ook voor ouderen. Mijn moeder die zat, meen ik te herinneren, op een brei- en een nijclubje. Nou ja, dat was toen natuurlijk, toen had je nog de Twentse textielhandel. Daar haalde je dan rits, stof en kookclubjes volgens mij ook nog meegemaakt. Dat ze recepten gingen uitproberen. Ja, en voor onze jeugd natuurlijk de zoos.